Leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video van de Happy Financial. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan vooral even, want dan krijg je iedere week een nieuwe video. En voor iedereen die al wel geabonneerd is, welkom terug. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over tevreden zijn. Want ik merkte dat ik er gewoon nooit tevreden was. En hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Waarom wil je steeds meer, steeds mooier, steeds beter? En hoe vermoeiend is dat? Maar vooral ook, hoe zorgen we ervoor dat je wel tevreden bent met wat je hebt? Daar wil ik het met jullie in deze video over gaan hebben. Ik was namelijk continu bezig met meer, beter, mooier, gaver, alles. Ik was nooit tevreden. Ik wilde een topondernemer zijn. Ik wilde de liefste vrouw van Martijn zijn. Ik wilde de fitste sporter zijn. Alles tegelijkertijd. En ik wilde nergens concessies op doen. Dus echt alles. En volgens mij ben ik echt niet de enige die dit denkt en die dit doet. En die op deze manier in het leven staat. Dus laat me ook vooral even weten als je dit heel erg herkent. Want voel ik me ook wel beter. Maar hoe komt dat nou? En waarom is dat? Waarom wil je zoveel? En waarom wil je altijd maar meer en beter? Het viel mij pas echt op toen ik op een gegeven moment wilde gaan trainen voor de 10 kilometer bij de marathon in Eindhoven. En ik crossfit natuurlijk 5 of 6 keer in de week. En daarnaast moest ik een hardloopschema gaan bijhouden om op te bouwen tot die 10 kilometer. Heel leuk. Maar op een gegeven moment merkte ik gewoon dat mijn lijf deed dat niet meer. S'avonds crossfit, 's ochtends hardlopen. Het was gewoon op. En toen vroeg iemand aan mij van, waarom wil je dit eigenlijk? Waarom wil je die 10 kilometer gaan lopen? Is dat omdat je het echt leuk vindt? Of is dat omdat je wil laten zien dat je het kan? En in mijn geval was het echt heel erg duidelijk dat laatste. Dat ik heel erg graag wilde laten zien, ik kan dit ook nog. Ik kan naast zoveel sporten, kan ik ook nog die 10 kilometer wel even lopen. Maar dan ook nog echt in een hele goede tijd. Want ik wil natuurlijk wel 100 uur. En toen dacht ik, nee, dit is dus precies hetgene waar ik continu tegenaan loop. En hetgene wat ervoor zorgt dat je jezelf de hele tijd maar weer nieuwe dingen oplegt. Heb je eenmaal een doel bereikt, dan pak je weer het volgende doel om daar naartoe te streven. In plaats van tevreden te zijn met dat doel wat je al wel bereikt hebt. Dus toen dacht ik, zo zal ik nooit tevreden zijn. En aan de andere kant is het goed om continu bezig te zijn met verbeteren. Continu bezig te zijn met jezelf uitdagen. Want je wordt er wel heel scherp van. En het zorgt er ook voor dat je ambitieus blijft. En dat je steeds verder komt met wat je doet. Maar op een gegeven moment breekt het je ook op. Er komt een punt, en iedereen heeft het punt op een ander moment. Dat je zegt van nee, nou is het genoeg. Nu weet ik wel, nu is het, dit is voldoende. Maar ja, dat is best lastig. Het is dus echt een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Voor mij duurde het heel lang voordat ik dat besef had en dat ik er ook echt iets mee wilde gaan doen. Dat ik besefte van ik moet hier iets mee, want als ik dit zo blijf doen, natuurlijk is het voorbeeld van sporten een makkelijk voorbeeld, maar dat blijft natuurlijk ook in je werk gewoon terugkomen. Dus het zal voor mijn bedrijf zou het nooit goed genoeg zijn. En dat is natuurlijk ook niet leuk, want ik werk hard en ik doe er echt heel veel voor. En als ik nu al kijk ten opzichte van waar ik sta een jaar geleden, dan maar dan toch zijn er nog steeds dingen, oh, ik wil dit beter, dat beter. En dan is het nooit goed en dat is ook niet leuk. Dus dan moet je een beetje een goede balans in vinden. Dus ik ben, de laatste tijd ben ik daar heel erg mee bezig. Om ervoor te zorgen dat ik wat meer tevreden ben met wat ik heb. Om ervoor te zorgen dat ik echt blij ben met hoe het er nu uitziet. Dus ik heb een aantal tips voor jullie op een rijtje gezet. Tips waarvan ik zeg, ja, dat heb ik de laatste tijd. Ben ik de hele tijd gaan denken op het moment dat ik daarvan, waarom wil ik dit nu gaan doen? Waarom wil ik dit extra dingen gaan doen? Waarom wil ik nou meer? Waarom wil ik beter? En ik heb het idee dat ik daardoor ook wat meer rust heb gevonden. En dat is wel heel fijn, moet ik jullie zeggen. Dat moet ik. Dus ik heb 4 verschillende tips die ik even met jullie wil delen. Om ervoor te zorgen dat je tevreden bent met wat je hebt. Zodat je een tevredener leven kunt leiden. Oké, tip 1. En die komt misschien wel hard aan. Maar het ligt niet aan je omgeving. Het ligt echt aan jou. Het ligt echt aan jezelf dat je continu meer wil, dat je continu beter wil en nooit tevreden bent met wat je hebt. Want er zal altijd wel iets zijn wat beter kan. Wie herkent dit? Oh ja, ik ga het rustiger aandoen of ik heb wel meer tijd voor mijn vrienden of ik ga meer sporten wanneer ik dit af heb. Of wanneer ik die deadline gehaald heb of wanneer de feestdagen voorbij zijn. Zo zal er altijd wel iets zijn en zo is er ook altijd wel iets. Dus op het moment dat je dat gaat denken, dan kom je er nooit. En dat is precies het punt wat ik heb. Dus zorg dat je, er zal altijd vanuit je omgeving wel iets zijn wat aan je trekt. Of wat je wil, of wat je denkt dat je moet.
En het is echt aan jou om en jou persoonlijk te zeggen van nee, dit is goed zo. Ik ben hier tevreden mee. Dus het ligt echt aan jezelf. Jij bent de enige die dat kan veranderen. Niet de buitenwereld. Tip 2. En dat is in mijn vak natuurlijk een heel groot ding. En dat is prik door de sociale media heen. Natuurlijk wil iedereen op Instagram de mooiste foto's laten zien. Laten zien hoe vaak ze hebben hard gelopen. En hoe snel ze dan wel niet zijn. En hoe goed hun lijf er dan uitziet. En iedereen trekt zich daarop op en iedereen wil dat ook, maar prik daar doorheen. Want mensen die er inderdaad zo goed uitzien, die moeten er ook ontzettend veel voor doen, maar ook ontzettend veel voor laten. En alles tegelijkertijd doen, dat gaat niet. Maar aan de andere kant heb jij waarschijnlijk iets waar andere mensen weer jaloers op zijn, maar dat zie jij dan weer niet. Omdat je niet tevreden bent met wat je hebt. Dus kijk verder dan alleen maar het perfecte plaatje. Kijk naar wat er bij jou wel goed is. Wat denk je dat andere mensen aan jou bewonderen? Wat denk je dat andere mensen zeggen van, oh ja, dat heeft ze goed voor elkaar en dit doet ze super goed. En focus je daarop in plaats van te denken van, dat wil ik ook wel en dat wil ik ook wel. Want zo blijf je bezig. Tip nummer 3. En dat is happy zijn met de kleine dingen. Ik heb het ontdekt dat ik steeds vaker echt van die kleine dingen gewoon lekker koffie thuis zetten. Dat ik echt zo kan zitten, oh ja, lekker, weet je wel, koffie. In plaats van al meteen weer een heel nieuw espresso machine te willen. Dat ik echt denk van, ja, hier ben ik tevreden mee. Dit is goed. Dit gaat goed. Kleine dingetjes. Als je al die kleine dingen per dag eens bekijkt, van waar ben ik nou tevreden mee? Wat ging goed vandaag? Als je al die dingen eens gaat opschrijven, al zijn het maar 3 hele kleine dingen, dan zul je zien hoeveel meer tevreden je bent met wat je hebt en wat je die dag gedaan hebt. Probeer dat maar eens. Begin maar eens bij de kleine dingen en dan wordt het vanzelf dat je denkt van, oh wacht, ik heb het eigenlijk best wel goed voor elkaar. Dat scheelt echt zoveel. De 4e en laatste tip die ik voor jullie heb om een meer tevreden leven te hebben, is de kunst om niet te hebben wat je wil, maar om te willen wat je al hebt. Misschien heel even over nadenken, maar als je als kijkt naar wat je allemaal al hebt, als je kijkt hoe goed je het hebt, als je kijkt naar wat je allemaal al voor elkaar hebt gekregen, misschien ben je dan wel ontzettend blij en denk je, yes, dit gaat echt hartstikke goed. Dus denk er af en toe aan. De quote heb ik trouwens niet zelf verzonnen, maar die komt uit de Happiness Magazine die ik een tijdje geleden heb gelezen. Dus dacht ik, hey, dat is een hele toepasselijke. Ik ben nu natuurlijk echt ontzettend benieuwd of het heel erg herkenbaar is. Of je zegt van, nou, ik heb dat ook. Ik wil ook continu beter en meer en mooier. En wanneer houdt het eens een keer op? Wanneer ben ik tevreden met wat ik heb? Laat me even weten hoe jij daarmee omgaat en of je iets aan deze tips hebt. Misschien heb je nog wel andere tips, dan ben ik ook heel erg benieuwd. Laat ze me vooral heel even hieronder weten. En vergeet ook niet te abonneren, want dan krijg je iedere week weer een nieuwe video van Happy Financial.